Ja, chat. Ik heb trouwens een command neergemaakt, hè. Ik heb eindelijk een keer zelf de moeite genomen om een command aan te maken. Weet je wat het is? Holy shit. We hebben nu een subcount command. Holy shit. Chat. Er is een command geboren. Subcount. Geboren. Wow. Die gewoon aangeeft dat we wel zoeken hebben. Ja, sommige mensen willen namelijk al soms wel weten van hey, hoeveel subs heb je nou? Nu kan ik gewoon zeggen uitdekken subs. In plaats van dat ik moet zeggen van hey, ik moet naar mijn dashboard en shit. Ik zeg ja, ik zit nu ook gewoon in mijn dashboard, maar dat komt puur omdat ik, ja. Zo. We are pulling ahead. Zo, chat. Cold War, here, hype. Shit. Deze man met Frederik en ook. Ik heb het gespeeld en Frederik heeft geen PlayStation. Maar hij heeft toen meegekeken. Zo moeilijk. Ik wil wel moeilijk hoor, Call of Duty. Deze game wordt niet makkelijk, zeg maar. Zo moeilijker dan normale Modern Warfare. Dan PC. Ja, precies. Precies. Ja, de game kan nog op PC komen. Maar dat hebben ze voor mij puur gedaan de PS5 aangekondigd. De prijs en zo, weet je, voor het event. Puur reden. Puur reden, ja. Zijn ook, op dat event zeiden ze ook van ja, dit gaat gebeuren. Dus op zich, ja, ik denk dat het gewoon een beetje is. Ze willen gewoon, ja, dat doen. Op zich, mijn eerste impressies. Prima game. Niks mis mee. Ja, een spelletje. Oeh, dat is mooi. Oké, zeg maar. Waar is die guy? Shit. Let's go chat. Let's go. Oh, ik lees jouw bericht. Over. Waarom ik zo hard ga? Het voelt wel lekker als je iemand killt. Niet gekild wordt, dat is maar. Als je iemand killt, voelt het wel goed. Slecht. Maar ze willen een nieuwe kop misschien binnen wat gewoon voor kopen. Ja, in principe is het chill, toch? Ja, dat is gewoon lekker chill, toch? Nee dan. Dat is gewoon goed. Ik wou hem eigenlijk op richten, maar ja. Verraas je plek wel weer. Dan ben je dood. En 3. En dat hoi. En ik ben de dikke boog slecht. Ja, chat, join ook de Discord. Precies, thanks for the reminder. Ja, chat. En YouTube, om ook YouTube. Oh, sniper. Dat was een sniper. Zit ik in de spamplek van hun? Zijn zit ik echt in de spamplek van hun? Ik denk het haast wel. Ah joh! Ik schrok me dood. Ik schrok me echt dood. Holy shit. Ik schrok een beetje, chat. Nu is het een beetje on, weet je. Nu is de game on. You know? Nu gaat ze me echt gewoon gebeuren. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ja, ja. De winst gaat naar Pieter Live. Holy shit. Enemy spy plane inbound. Fuck, dat is shit. Hij zit me niet zo heel goed. Maar wie gaat hem allemaal spelen, chat? Wie gaat hem allemaal spelen als hij uitkomt? Wie gaat hem al pre-orderen en zo? Ik ga hem Sam. Multiple enemies by plane contacts.
wapen testen. Sniper, let's go. Let's go voor de sniper. Nee, pas uit. Ah, oké. Okay. Ja. Kan natuurlijk ook, hè? Ja. Oh, ik wou te graag no-scopen. Ik wou het te graag. Ik had eigenlijk een ander wapen moeten pakken, maar ja. Ik wou het te graag. Ik wou het te graag, wezen. Ik heb dit ook niet getest, hè? MP5. Ik wil ook even testen. We zijn wel aan het winnen trouwens, oh shit. Dat wist ik niet eens. He's dead. Oh shit. Laatste nog? Laatste? Shit. Wat, kan ik me dat even knippen? Ik vond het mooi. Ik ben niet even knippen laten. Let's go, boy! Hallo? We gaan aan me. Kijk hoor. Camper, wat een camper. I guess. Alright, chat, let's go! Hey, Frederik, hoe laat blijf je? Pipeline available for tasking. Nice, let's go chat. We gaan zijn binnen. We gaan erg aan het winnen, ja. Confirm and kill. Ik ben toch wel die andere. Ik wil nu een andere, weet je. I guess so. Alright. Alright, chat arena. Maar Frederik, hoe laat blijf je? Shit. Hoe laat ga je het maken? Hello. Heb je trouwens geen delay op tijd? Alleen op Apple. God, die dat is die card die lijkt. Ik heb een beetje het idee dat je gewoon geen delay hebt. Nice. Ik weet niet welke internet provider jij bij zit, maar ik vergeet het. Oeh, maar niet uit, joh. Maar niet uit. Ik heb een wapentje. We are winning this. Sniper. Was een sniper chat. Shit. Chat, ik zag iets nieuws, hè? Maar dat is helaas alleen met RTX-kaarten. Maar Nvidia heeft dat voor streamers gemaakt, hè? Dus als jij een RTX-kaart hebt voor een stream, en je streamt, je bent een streamer, kan jij de broadcast-functie van Nvidia gebruiken. Super zo. Weet je waarom? Weet je wel wat dat grappig is? DJI, we are running out of time. Grappig.
Gotcha, let's go. Dus dat is een nieuwe functie en dan kon je zeg maar, zonder dat je überhaupt een greenscreen hebt, kan je een greenscreen effect maken. En dan kan je ook je achtergrond blurren en zo. Victory is ours. In Calabario, gewoon best wel geinig. Dat is niet. Weet het niet. Heeft trouwens die PS5 een ray tracing? Ik weet het ook niet. Yo Kevin, wel bij stream, joh. Hallo. Welkom. Voor de rug. Dan? Gaat het nu wel weer? Yo Kevin, wel bij stream, joh. Hoe is hij? Hoe is het? Gaat het mee? Ja, wat een beetje het ding is, ik kan de game niet op Call of Duty Cold War zetten. Heel gek. Ik kan het gewoon niet. Het is echt heel raar. Maar goed. Maar jij hebt mijn ideeën. Okay. Ja, wel lekker, maar ja, gaat prima. Gaat helemaal goed. Ik ben gewoon lekker Call of Duty aan het spelen. Ben jij ook een beetje een Call of Duty gamer of dat niet, Kevin? Speel je eigenlijk Call of Duty? Ja, niet deze, maar misschien, want ik weet dat het geen PlayStation is volgens mij. Maar... ja. Speel je wel eens Call of Duty? Ah, oké, okay, niks meer kapot. Oké, ja, dan is het natuurlijk. Ja. Je vindt het wel. Oké. Black Ops 4 was ook niet zo'n hele goede, vond ik. Ik vond Black Ops 4 ook niet zo heel goed. Maar goed. Trouwens, Kevin, jij bent toch een beetje van indie games? Weet ik toch? Ja. Jij bent een beetje van indie games, toch? Vind je het toch wel grappig? Want ik heb een hele leuke voor je. Die best wel leuk is. Die ik eigenlijk wel erg kan aanraden. Met de game The Long Dark. Ik weet niet, ja, voor mij is het een indie game, ik weet het niet precies. Maar dat is The Long Dark, die is mokergoed. Die heb ik op mijn PlayStation staan en op mijn PC. En hij komt nu ook zelfs op de Switch. Die komt zelfs binnenkort ook op de Switch hebben. Echt een goed spel. En dan zie je de korting is op Steam, weet je. Hij is soms wel, meestal met Steam Summer Sales of Indie Sales, weet je, is hij in de korting. En dan is hij is nu al €25. Maar dan is hij echt €6 zo. Dus als hij in de korting is, zeker weten een aanrader. Het is een beetje, ja, een survival indie game of zo. Het gaat over dat je een piloot, we zitten een verhaallijn in. Een beetje Firewatch feelings krijg ik er ook van. Weet je, Firewatch, die shit. Maar dan in een bos en dan het ziet er ook heel erg getekend uit in een bos dan en in de sneeuw en zo. Misschien iemand gaan terugzoeken in die shit. Een hele tof verhaal erin schijnt. Maar ik moet nog verder spelen. Black Ops 1, 2 en 3 zijn de beste COD. Ja, ik heb Black Ops 1 en 2 nooit gespeeld, hè. Ik heb alle CODs gespeeld vanaf Black Ops 3. Vanaf Black Ops 3 begon ik, dat is best wel laat eigenlijk. Maar ja, ik had nooit echt een console. Pas toen Black Ops 3 uitkwam had ik een console. Ja, ik had wel consoles, alleen niet degene waar de nieuwste CODs op stonden. Ik had geen PlayStation 4. Letterlijk, het enige wat ik had was een MacBook, chat. Dat is een fucking MacBook. Ja, het is niet deze die ik hier heb liggen. Ik heb nu een andere MacBook, maar... was een hele oude. Deze is ook best wel oud. Ik had ook hetzelfde jaar, 2012. Allebei zelfs mid-2012. Maar deze werkt gewoon 10 keer beter. Deze heeft gewoon... hetzelfde RAM-geheugen. Alleen wel minder gig, maar wel een betere SSD. Waar is dat die M.2 SSD, hè, die hierin zit? Gewoon Minecraft. Ja, we gaan ook Minecraft spelen vandaag. Weet je wat een beetje de planning is? Zullen we ook een command aanmaken? Maar ja, de planning is, we beginnen hiermee, een uurtje. Daarna gaan we Minecraft spelen. Daarna F1 2020, daarna Lego Harry Potter. Daarna Gran Turismo Sport en daarna Euro Truck. Maar ik ga ook misschien dingen veranderen. Misschien heb ik ook niet heel veel zin in Euro Truck. F1, ja precies. Ja, ik dacht dat die speelde op PC, toch? Ja, soms zie ik ook gewoon mensen er staan van die spelen dit en zo. Grappig. Toch? En kan je het een beetje of? Kan je het ook een beetje? Lukt het ook? Ja? Ja, ik heb het op PlayStation 4 van Koopmasters toen gekregen. Die hadden mijn kopietje opgestuurd voor de PS4. Alleen toen was mijn PS4 bij de reparateur en dacht van bij Kingwin €20 neerleggen en ik had hem. Dat was minder zelfs, want ik had een cadeaubon, maar ja. Ja, ik was echt shit aan het begin. Ja. Ik ook best wel. Maar ik vind wel dat ik op PC beter doe dan op de PlayStation. Dus ja, ik vind het wel een Xbox chiller. Maar heb jij ook een stuur of dat niet? Of speel je echt met controller of zo? Dus ja, we hebben wel controller eigenlijk. Ik
Ja, speel op PC met Xbox controller. Oh, nice. Ja, eigenlijk zou ik op, als ik op PC speel ook gewoon een PS4 controller moeten aansluiten. Want ja, dan oefen je hem gewoon met één controller, weet je. Ik denk ook wat Xbox controller doen, maar ja, dan moet, als ik op PlayStation speel, kan je geen Xbox controller aansluiten, weet je. Dat is het hele probleem. Ah, oké, ja, ik ik denk dat ik, als ik op PC verder weer ga spelen, dat ik dan wel eventjes een PlayStation 4 controller blijf gebruiken. Dus ik weet, ja, ik heb ook gesproken gewoon PS4, dus. En daar heb ik wel de podiumpass op, hè, van Season 1 gehad en nu ook Season 2. Maar ga sturen aan het... Oh, nice. Lekker. Maar ik moet trouwens ook afvragen, kan ik gewoon die podiumpass ook op PC gebruiken als ik het link? Zal het werken, chat? Kan iemand dat even googlen? Kan iemand dat even googlen ofzo? Dat als ik mijn voortgang van mijn PS4 ook op PC kan krijgen? Cross save ofzo, is dat toch? Maar ja, het is best wel chill, hè? Doe je goed. Ik ben gaan slapen. Hey, thank you very much for joining us, vrijdag. Ik heb volgende keer. Maar dan de eerste of de tweede? Ah, de tweede trouwens niet, want die is echt net uit. Kan helemaal niet. Maar goed. Dat is mooi. Ja, ik heb het niet uitgespeeld, de podium pass. Ja, gemaakt. Oh, die heeft me gesaved. Shit, thank you, mate. Ook al heeft hij mijn kill genakt. Ik verloor toch waarschijnlijk. Is die, ja. Ja, dat weet ik al niet. Ja, dat weet ik al helemaal niet. Ja, weet je. Dat kan. Want ja, die is ook maar net een paar dagen uit. Maar hebben die wel gekocht, tweede podium pass? Of dat niet? Dat is ook een editie, heb je van F1. Ja, ik zal wel zo even laten zien, want ik heb een best wel grappig doosje erbij gekregen. Ja, dat is ook wel grappig. Ik heb, ja. Ah, fuck it. Artillery targeting detected. Enemy took Delta. Let's go. Enemy has Foxtrot. Oh, ze waren opeens achter me. Nice. Yes, right. Enemy has B. Oké, dan hebben ze het waarschijnlijk gecapt gezet. Ja, ik ga niet mee. Dat is geen goed plan. Losing C. Securing Delta. Securing Echo. We lost C. Echo lockdown. Nice. Er komt waarschijnlijk een hele horde aan mensen. Deze kant op. I guess. Ah, nou waarschijnlijk wel. Oh, ik kan deze ook gewoon nu gebruiken. Taking C. Oh shit. Ik heb wel geen secure. Enemy spy plane inbound. Secure. Enemy has E. Even kijken. Let's go.
Charlie. Reloading, spel nog een gekeel. Dat is niet die guy. Ik dacht die guy had bij zijn vormen liep. Enemy has F. Was niet zo. Right. B secure. Very nice. Enemy spy plane inbound. Losing A. Hostile RCXD in your AO. Taking D. Shit. Ik zag hem er waarschijnlijk wel aankomen. Losing Bravo. Losing Alpha. Ik ben toch nog gekend. Right, ik vind het wel de leukste map, denk ik. Want de maps die ik nu heb gespeeld, vind ik dit denk ik wel echt het leukste. Losing A. Hostile artillery targeting active. Artillery inbound. Enemy has A. Foxtrot secured. Enemy spy plane inbound. RCXD in your AO. Oh shit. Die had ik op zich niet verwacht. Maar goed. Maar goed. Alright. Losing F. Losing Charlie. Ik weet niet waarom mensen aan het kijken zijn. Enemy took Charlie. Hostile spy plane established overhead. Securing E. Taking Delta. Dan dik aan het E secure. Spy plane standing by. Spy plane in the enemy RCXD detected. Delta secure. The rest, arm of people. Let's go. I got myself opgekomen, maar niet uit. Spy plane has been destroyed. Hostile spy plane established overhead. Losing Delta. Die heb ik gevonden geblazen, blijkbaar. Multiple enemy spy plane contact. Friendly target, friendly target. Where?
goed? Ja, wel. Losing Delta. Pull your socks up, lads. They're ahead. Enemy has C. Ja, kijk hoe ik gewoon even aan van wat de fuck doen we eigenlijk. Securing Charlie. We lost D. Securing Delta. Securing A. Delta locked down. Losing Charlie. Shit. Je werkt er gewoon een salto, hoor. Shit. Dat is niet verwacht. A locked down. Dat was een live salto. Enemy has Charlie. Your nearest CCP. They fucking had us. Last chat. Hey, Dad.